Er zit een poesje op mijn stoel. Hey bij mij, mijn naam is Mathia en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Workout met Co-out. Voordat ik ga beginnen aan deze video heb ik een huishoudelijke mededeling. Namelijk dat Workout met Co-out iedere vrijdag om 5 uur wordt geüpload. Dus zet hem alvast in je agenda, iedere vrijdag 5 uur op dit kanaal. Vandaag zou ik een video maken over wat ik eet op een dag. Alleen ik vind het leuker om de ene week iets te vertellen over voeding en de andere week iets te vertellen over trainingen. En aangezien ik vorige week iets verteld heb over afvallen en dat was helemaal gebaseerd op voeding, ga ik vandaag een trainingvideo maken. Ik ga jullie vertellen wat mijn gymroutine op dit moment is. Ik zal er geen doekjes over winden. Ik heb namelijk één doel met trainen en dat is bredere, grotere, dikkere benen krijgen. Deze, die moeten dikker. En dikkere billen. En dat zul je ook terugzien in mijn workout. Ik heb een basic benen workout die ik 2 tot 3 keer per week doe. En op andere dagen doe ik een functionele training waarbij ik mijn hele lichaam train. Of ik doe een tenniswedstrijd. Oh, pauze. Een pakketje. Moet ook gebeuren. Ik verwachtte eigenlijk een Body & Fit pakketje, maar hij had hem niet bij zich. Hij zei, ja, er zou nog een pakket bij moeten zitten, maar ik heb hem niet. Ik zeg, het is niet anders. Dus later vandaag een Body & Fit pakket. Waar was ik? Waar was ik gebleven? Full body training met functionele training. Dat doe ik met de function. Of tenniswedstrijd. Dat is een beetje wat ik naast mijn benen training doe. Ik heb ook wel af en toe een periode dat ik gewoon lekker full body trainingen doe. Die ga ik een andere keer in deze video's laten zien. Voor nu houden we het even bij mijn huidige gymroutine. En dat is een basis benen training. Laten we beginnen. Oké, ik begin met de warming up. Ik begin met de warming up waarbij ik lunges doe. Lunge walk. 20 keer. Dus ik doe gewoon 20 stappen lunge walk. En daarna doe ik een lying leg raise ook 20 keer. En dit doe ik in een superset. Dus dat betekent dat ik lunge walk doe 20 keer. En dan lying leg raise 20 keer zonder pauze tussendoor. Dus ik in één keer door. En dit doe ik 2 keer. Als een warming up. En dan gaan we beginnen met het echte werk. De hip thrust hoog met een barebell. Ik heb een seat waar ik mijn rug op laat rusten. En ik ga dit 5 keer doen. 5 herhalingen. Maar ik ga het eventjes uitleggen. Ik doe eerst 15 keer 40 kilo. Dat is een lichter gewicht met meer herhalingen. En dat werkt een beetje als activatie van de bilspier. Dat ze even wakker worden. Die spieren van, oh, we gaan deze trainen. Dat doe ik dus 15 keer met 40 kilo. En vervolgens ga ik naar het zware gedeelte. Dan doe ik op mijn allerzwaarste. Doe ik 8 keer. En nu doe ik 80 kilo, maar dat ga ik opbouwen. Dus 8 keer 80 kilo hip thrust. En dit doe ik 4 keer. Dus 8 keer 80, 8 keer 80, 8 keer 80, 8 keer 80. Hierbij ga ik iedere training of omhoog in herhalingen. Dus ik ga naar 10 keer 80 of 12 keer 80. Of ik ga omhoog in gewicht. Dus dan ga ik weer naar 8 keer 85. Of 8 keer 90. En dan ga ik weer 10 keer 90, 12 keer 90. En dan ga ik naar 8 keer 95. En ik kijk een beetje van hoeveel kan ik aan. Als ik merk dat ik zwaarder kan, dan ga ik ook zwaarder. Dit is de core van mijn training, hip thrust. En die is ideaal voor je bovenbenen en billen. Voornamelijk de billen. Dan komt er een supersetje. Supersetje met een lunge met dumbbells en een lying leg curl machine. Die kan het zijn dat je die niet hebt in je... Het kan zijn dat je die niet hebt in je sportschool. Wij hebben hem ook pas sinds dit jaar. En je kunt hem vervangen door gewoon een leg curl. Oké, ik doe dus 10 keer lunges met dumbbells. Dus dat betekent dat ik 10 keer per been 10 kilo dumbbells in beide handen, dus 20 kilo heb ik in totaal, doe ik lunges. En dan stap je gewoon naar voren en je zet weer af terug naar achter. De leg curl doe ik 8 keer 45 kilo. Dit is echt de max die ik op dit moment kan. Achtste herhaling gaat super zwaar en die kan ik eigenlijk net niet. En dat is precies wat ik wil. Die laatste herhaling moet veel te zwaar zijn. Zolang het nog wel veilig is, hè, laten we dit even voorop stellen. 8 keer 45 kilo. En dat is dan de superset. Dus nu neem ik rust. 30 seconden. En dan ga ik weer 10 keer met ieder been lunges doen. Met 10 kilo in mijn handen. Weer 8 keer 45 kilo leg curls. Dit is weer een superset. En deze laat ik weer rustig 30 seconden. Dan weer 10 keer 10 kilo per been. Hè, dit klinkt super raar. Dan doe ik weer lunges.
10 keer per been met 10 kilo dumbbells in beide handen. Dit doe ik gewoon 10 keer. 10, 10, 10, 10, 10. 10 kilo, 10 keer per been. Ja? Dit doe ik gewoon iedere keer hetzelfde. En lying leg curl ga ik nu naar 10 herhalingen met 30 kilo. Dit is weer een superset. En nu neem ik weer 30 seconden rust. En dan gaan we weer naar de lunges die ik al de hele tijd doe. Hetzelfde. En dan in superset weer met de lying leg curl machine. Waarbij ik 12 keer 25 kilo doe. En nou denk je, nu ga ik lager in gewicht. Dan is het toch makkelijker. Maar je hebt ze al helemaal leeggetrokken. En je gaat hoger in herhalingen. Dus dit is een manier om het echt helemaal leeg te trekken. Dit kun je met andere oefeningen ook doen. Dat je 8 keer super je max doet. En dan doe je 2 keer 8. 10 herhalingen met iets lichter. En daarna 12 herhalingen met nog iets lichter. En dan trek je hem helemaal leeg. De laatste oefening is een glute kickback. Die doe ik in een machine ook. Vind ik fijn. Deze hoeft niet in een machine. Deze kun je in principe ook los met een dumbbell doen. Of met een elastiek. Ik doe 12 keer en een bepaalde kilo die ik niet meer uit mijn hoofd weet. Dus 12 keer per been en ik doe 3 keer. Dit is mijn basis workout voor benen. En vaak voeg ik nog wat extra oefeningen toe. Leuke oefeningen om een beetje variatie in te brengen. Maar dit zit er altijd in. Uiteindelijk kom je bij de cooling down en die is ook heel belangrijk. Ik ga altijd 15 minuten helling wandelen. Dus ik zet hem op een helling van 10% of 15% en dan ga ik wandelen op een snelheid van 5,5 tot 6 km per uur. En dan doe ik als allerlaatste nog 2 stretch oefeningen. De whole ball, dat is alleen omdat ik last van mijn rug heb. Dit is omdat ik zittend beroep heb, vind ik het fijn om die even op te rekken een beetje. En ik heb nog een andere oefening. Ik heb geen idee hoe deze heet, maar ik zal hem even laten zien. Als je gaat trainen in de gym, begin met lichte gewichten. Ga niet meteen super zwaar. Vaak denk je, nadat je 1 keer zo hebt gedaan, hè, ik noem maar even een bicep curl. Dit is veel te licht voor mij, maar doe het dan eens 15 keer. Kijk of je het dan nog licht vindt. Vind je het dan nog licht, dan kun je de volgende training zwaarder en dan kun je het misschien wat minder herhalingen. Maar let op jezelf en let op je spieren. Ga jezelf niet in de vertieving werken. Het moet leuk blijven en het moet vooral pijnvrij blijven. Dus wees echt alert. Probeer samen met iemand te sporten zodat je elkaars houding in de gaten kan houden. Bij wel 80% van alle oefeningen die je kan doen is het heel belangrijk om je buikspieren aan te spannen. Dus dat kun je. Kijk, ik kan nu niet zien hoe jij traint. Dus ik weet niet of je de goede houding aanneemt. Maar denk gewoon na van, oh, ik denk dat het slim is om hier mijn buikspier aan te spannen. Denk dan aan mij en denk ook, wacht, ik moet veilig trainen. Je kunt altijd iemand in de sportschool aanspreken om te vragen, om even te kijken of je iets goed doet. En dan zou het beste zijn als je een sporttrainer aanspreekt, een instructeur. Of wat het allerbeste is, is om samen te trainen met een personal trainer uiteraard. Dan hoef je niet eens je oefening zelf te bezinnen. Voor nu, deze training. Ik wilde gewoon even delen wat ik doe in de sportschool. Want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken, oh Mattia, ik wil wat jij doet doen. Nou, dit doe ik dus. Dat was mijn video voor vandaag. Ik hoop dat jullie er wat wijzer van zijn geworden. En niet alleen wijzer, maar dat ik jullie ook een beetje heb kunnen inspireren. Er is natuurlijk nooit wat mis met een beetje inspiratie. Ik weet zeker wanneer je deze video's blijft kijken, dat je een motivatie krijgt om met mij mee te doen in mijn gezonde levensstijl. Ik hoop gewoon heel erg dat jij je doelen haalt in 2020. En ik vind het heel leuk om je daarbij te helpen. Dus ik hoop heel erg dat dit een inspiratie en een motivatie voor jou is geweest, deze video. En that's it! Dankjewel voor het kijken. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar een video uit de reeks Workout met Koolhaas. Vergeet uiteraard niet een duimpje omhoog te doen als je hem leuk vond. En te abonneren voordat je weggaat. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag om 7 uur. Doeg! Wow, je hebt gewoon nog niet weggeklikt. Dat betekent dat jij echt een super topper bent. En dat je dus nog aan het kijken bent naar deze video. Ik wilde namelijk nog wat kwijt.
Misschien weet je het nog niet, maar ik ben officiële body- en fit-atleet. En dat houdt in dat jij op de hele body- en fit-shop 10% korting krijgt met de code MATHIA10. Naast het feit dat je heel veel korting krijgt, support je mij er ook nog een beetje mee. En wil je mij extra supporten, dan kan je het linkje gebruiken in de beschrijving. Dit is de eiwitpoeder die ik altijd door mijn kwark doe. Of de Perfection Bar Deluxe, die is nieuw uitgekomen dit jaar en is echt heel erg lekker. Ik heb hier de peanut caramel flavor. Super delicious. En dit is de ideale snack voor 's avonds of tijdens het gamen. Alvast heel erg bedankt.